Oh my god, ik zie er echt niet uit. Eeuw. Oh, ik weet niet of het beter is. Is dat scherp? Ja. Hoi, super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe Dear Diary. Het is vandaag zaterdag 27 februari. En het is de tweede week dat ik voor jullie ga vloggen. Dit wordt waarschijnlijk echt een ziek saaie week. Maar goed, ik ga er het beste van maken. Ik heb vandaag echt helemaal niet gevlogd. Het is namelijk nu 7:30. Ja, ja. Ik heb de hele dag in bed gelegen en Grey's Anatomy niet gekeken. Maar goed, no shame, weet je. Moet ook gebeuren af en toe. Zometeen Wie is de Mol kijken. De finale begint vandaag. Dus dat is super leuk. En ik denk echt dat René is. Ja, ik denk echt dat zij het is. Want Rocky zou een hele goede mol zijn als zij het zou zijn. Maar René is gewoon... Ik denk gewoon dat René niet... Ja, het klinkt misschien heel onaardig, maar niet... Zeg maar, als het niet de mol was geweest, dat ze dan niet zo ver zou gaan zijn gekomen, zeg maar. Maar goed, en Charlotte, ja, dat zou een beetje te obvious zijn, denk ik. Maar goed, dat zijn mijn voorspellingen. Ik heb heel veel zin om zo meteen te gaan kijken. Ja, nogmaals, ik weet echt niet of dit een leuke weekvlog wordt, maar... We gaan er het beste van maken, guys! Yay! Heb je zin in deze video? Doe dan alvast een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En nou, laten we dan maar heel snel verder gaan met de video. En waarschijnlijk zien jullie morgen pas, maar... Nee, dat is trouwens niet waar. Ik ga zo meteen nog wel even een update geven over Wie is de Mol. Don't mind het lelijke gezicht. Het lelijke gezicht, alle Nederlands, denk ik wel. Ik weet ook niet waarom dit zo is, maar... Ik heb deze dag een beetje gedaan alsof het een zondag was, maar het is dus zaterdag. Maar ik had ook het idee dat het zondag was. Ik weet niet waarom, maar... Ja, zo don't mind the face. Volgens mij is het de eerste keer trouwens dat ik mijn bril op heb in de vlog. This is him, guys. Oh my god. Oh my god. Heel gasper. Nou, ik spreek jullie zo meteen weer over een update van Wie is de Mol. En kijk of mijn verwachtingen dan anders zijn. Hè? Zij is onder die shirt. Niet de Mol. Oh nee. Hè? Ze is de finalist. Ja, of Rocky heeft hem sneller gemaakt. Of Rocky. Ja. Dat één van jullie. Maar dan krijgen we volgende week. Nou, of Rocky is nu opeens de mol. Als Rocky het is, dan denk ik echt... Wat is dit? Zes? Dat zie je volgende week. Dat zie je volgende week. Ja, dat zie je volgende week. Nee, dit vind ik snel. Nee, dit vind ik heel... Als Rocky het nou is, dan denk ik echt nou... Ik stop ermee. Jezus, helemaal ontploft, jongens. Ik lijk nou echt gewoon een bol. Een bol hoofd. Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik heb al helemaal een dag erop zitten. Het is inmiddels 12:30, 12:50. Ik heb vanochtend online les gehad, echt heel kort, van 9:30 tot 11:30. Ga maar voor mijn ogen. Ik doe het even zo, want irritant. Ja, ik heb een beetje lockdown 1 vibes, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik heb me in lockdown 1 ook wel eens gewoon klaargemaakt omdat ik me verveelde. Dus dat heb ik nu ook weer gedaan. Ik heb mijn haar gewassen en gedoucht en zo. En nu heb ik gewoon make-up opgedaan. Voor geen enkele reden. Dus daarom heb ik heel erg de lockdown 1 vibes. Maar we zijn niet in lockdown 1. We zijn inmiddels in lockdown, weet ik te veel. Vanmiddag, groot moment, komt Dear Diary 1 online. Ja, ik ben echt zo benieuwd wat mensen ervan vinden. Ik heb al heel veel berichten gehad dat mensen het echt leuk vinden dat ik weer iets ga doen op YouTube. Dus mocht ik wel, want ja, ik zei het zeg maar elke week al op. Nee, dat is niet waar. Ik zei het heel vaak in elke video, maar ik deed het nooit. Ik kom nu hopelijk mijn woord wel goed na. Is dat Nederlands? Ik weet niet. Ja, eigenlijk. Ik heb gisteren ook niet gevlogd. Dus, gaat lekker. Planning, jongens. Woehoe. Wat wil ik maar zeggen? Ik wil allemaal dingen zeggen, maar ik weet het allemaal echt niet meer. Oh ja, ik weet wel. Ik weet niet of ik deze week veel dingen ga doen. Maar ja, dat dacht ik vorige week ook. En toen bleek dat ik echt super veel dingen te doen had. Maar jullie gaan het vanzelf zien, weet je. En als het een wat mindere vlog wordt dan volgende week is het ook niet erg. Want de week daarna wordt het wel weer leuk. Denk ik, hoop ik. Want deze week heb ik nog online les. Dat heeft mijn school zo bepaald. Zeg maar, dat ze nog één week na de vakantie zeg maar, nog sowieso online les willen geven. En dan vanaf volgende week heb ik als het goed is één dag op school. Ik weet nog niet welke dag dat is en welke groep ik zit. Of we met de hele klas zitten, maar waarschijnlijk is dat niet zo. Dus helaas zit ik nog een week thuis. Super saai. Echt, ik ben helemaal er klaar mee. Maar goed, we gaan het zien jongens. Ik neem jullie weer mee deze week. Gezellig. Het lijkt net alsof het een intro is, maar het is het helemaal niet. Maar goed, dan hebben jullie gewoon wat later een intro. Dat maakt niet uit, maakt niet uit. Oké, guys. Ik ga echt iets superleuks doen. Ik heb even een ander outfitje aan. Ik heb een
roze... Wacht. Ik heb mijn roze trui aan van de Pull & Bear. Een grijze joggingbroek. En mijn Adidas. Maar ik ga dus iets superleuk doen. Ik ga nu even snel naar Olivia toe fietsen. Want zij had Jordans die ze nooit aandeed. En ik wil heel graag Jordans. Dus nu heb ik die van haar overgekocht. Dus die ga ik nu gelijk even ophalen. Oh, ik vind het zo leuk. En vanmiddag komen er... volgens mij Black Banana's pakken binnen. Want die heb ik van hun gekregen. Dus dat is helemaal leuk. Komt volgens mij ook nog een winactie van. Maar ja, ik ga dus nu even die Jordans ophalen. Oh, ik ben helemaal excited. Oeh, ik vind ze leuk. I got them. Het zijn de Jordan Bloodline. Weet niet eigenlijk. Bloodline is geen idee. En ik ben er zo blij mee. Ik wil echt zo graag Jordans. En Olivia die had ze. Maar die droeg ze nooit. Dus toen vroeg ze of ik ze wilde overkopen. Ik zeg ja, natuurlijk wil ik dat. Dus ik heb nu lekker Jordans. Ik ben helemaal blij mee. Echt. Ja, leuke activiteit van vandaag. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ga lekker deze dag beginnen met een smoothie. Nou ja, hij is eigenlijk al begonnen. Want ik heb net al mijn eerste les gehad van 9:30 tot 10:15. En ik heb nu heel even pauze tot 10:55. Ik ga lekker deze smoothie opdrinken. Hier heb ik trouwens als spinazie, sinaasappel, sap. En yoghurt. Dus ja, gewoon dat erin. Super lekker. Ja, ik heb dus zo meteen nog een les van 10:55 tot 11:55. En dan heb ik een uur tussenuur. En dan heb ik van 10:30 tot 3:15 mijn laatste uur. En ik heb trouwens gisteren de video geüpload. En er waren echt super veel positieve reacties over. Dus dat is echt super leuk. Ik ben echt heel blij daarmee. Ik vrees alleen dat deze week echt een stukje saaier gaat worden. Wat ik gisteren ook al zei. Maar ja, weet je, die week zit er ook tussen. En jullie wilden meer video's. Dus nou ja, weet je, dan krijg je wat. Gisteren zouden mijn Black Banana pakken binnenkomen. Maar er is iets fout gegaan met de post of zo. Dat heb ik echt altijd met Budbee of zo heet het. Ik weet niet. Heb ik altijd die bezorgingsmensen. En dat gaat altijd fout. Altijd kunnen ze de eerste dag niet bezorgen en dan opeens de tweede dag wel. Heel vervelend. So be it. Ik kan er niet heel veel aan doen. Vandaag heb ik verder niet heel veel... op de planning staan. Ik ga straks lekker even naar buiten. Want het is zo lekker weer. Althans, het oogt heel erg lekker weer. Meestal is het wel echt super koud. Maar ja, de zon schijnt wel. Dus dat is wel leuk. Nou goed, jongens. Ik ga eventjes lekker genieten van deze smoothie. Jongens, er is iets heel erg wonderbaarlijks gebeurd. Ik zit namelijk net op een snap. En ik krijg een snap binnen van dat een of andere docent tegen andere leerlingen had gezegd. Dat we dus waarschijnlijk om de dag naar school gaan. Dus de ene week 2 dagen en dan de andere week 3 dagen naar school gaan. En dan met z'n 15 in een lokaal zetten ze zeg maar de klas door de helft. Weet je hoe chill dat is? Ik dacht echt, we gaan maar één keer per week naar school. En we zitten echt met 1/3 van de klas. Maar ik weet nog niet of het waar is. Maar volgens mij gaat mijn school morgen een mail daarover sturen. Hoe chill zou het zijn als dat waar is? Dan ga je gewoon om de dag naar school. Zit je met je vrienden, want ze gaan volgens mij niet op alfabetische volgorde doen. Beter. Nou, dat gaat er niet gebeuren. Maar dat is echt ziek chill. En als je dan thuis zit, dan moet je dus de online les doen. Maar ja, de les is natuurlijk gericht op de mensen die in de klas zitten. Dus ik krijg ook niet helemaal goed mee. Dus het maakt ook niet heel veel uit. Als je niet heel erg gefocust bent. Slecht voorbeeld, slecht voorbeeld. Ik hoop echt dat dit waar is. Ik hoop echt dat die docent gelijk heeft. Ik hou je op de hoogte, jongens. Ik ben helemaal blij. Ik ben echt even helemaal blij. Oké, jongens. Wij zijn nu lekker aan het wandelen. Want het is echt ziek lekker weer. Het is echt heel warm. Het voelt echt als 20 graden of zo. Nee, dat is ook een beetje waar. Maar heb ik elke keer weer. Nee, meteen. Geef mij nu zomer. Ze is er trouwens weer, Babs. Ze is er weer. She's attending the vlog. Ja. Week. Ik kan samen een kanaal beginnen. Maar we vinden het heel ongemakkelijk om andere mensen zeg maar tegen te komen. Dus we gaan nu weer de camera wegleggen. Zo, nu zien jullie ons. Dat is misschien ook wel leuk. We zijn trouwens net naar de Appie gegaan. Ik had gezegd dat de Appie werd verbouwd. Ja, een nou is echt heel mooi geworden. We hebben chocoladepepernoten, de diet failed. Chocoladepepernoten? Chocolade eitjes voor Pasen. Diet failing. Every day again. We beginnen gewoon elke dag weer opnieuw. Oké, okay, doei. Dit was weer. Ik heb een pakketje van Black Bananas binnen. Dus die ga ik eventjes openmaken. Met de schaar. Oeh, kijk, daar gaat het wel. Oké, ja. Daar zijn we. Oké. Zo. Oké, zak 1. Wat is dit? Oeh. Oh, deze is donkerblauw. Met roze. Ik ga deze denk ik aan mijn zusje geven. Want ik heb dus 2 pakken.
gekregen. Dus ik ga eentje aan mijn zusje geven en eentje ook zo. Nou, we gaan nog even kijken welke ik leuker vind. Met de broek erbij. Leuk. En dan die andere. Volgens mij vind ik deze leuker, denk ik. Deze is namelijk baby roze. Ja, dit vind ik gewoon super leuk, weet je wel. Nou, en met de broek, maar jullie kennen het wel. Heel erg bedankt Black Banana's. Er komt dus een winactie online met Black Banana pakken. Dus dat is super leuk. Hou mijn Insta in de gaten. Want ja, daar hebben jullie ook wat aan. Dus heel erg bedankt Black Banana voor de pakken. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik ga zo meteen een stemtest doen in Amsterdam. Voor inspreken. Dus dat, daar heb ik super veel zin in. Dus even laten zien wat ik vandaag aan heb. Ik heb deze trui van Stripeless aan. Daar moet ik straks even een foto in maken. Een grijze spijkerbroek met van die gaten. En mijn Jordans. Helemaal leuk. Dus ja, ik heb heel erg... Oh, hallo, licht. Ik heb heel erg veel zin om naar Amsterdam te gaan. Eventjes eruit. Ik had vannacht trouwens online les van 10:55 tot 3:10. Best wel lang. Ik vond het zo saai. Oh my god, ik kan echt niet meer. Ik vind het echt zo mega saai. Maar goed. Mijn trein gaat om 3:10. En ik heb dus om 4:15 moet ik inspreken. En dan ga ik weer met de trein terug. Dus we gaan lekker een OV-dagje houden. Het is dus vandaag woensdag, morgen is het donderdag. En ik zie morgen altijd zo erg op tegen de donderdag qua online lessen. Want dan moet ik echt van 1:09. En dat is van 8:30 tot 3:10. En ik vind het zo lang en zo saai. Maar goed, en ik weet ook nog niet in welke groep ik zit, zeg maar, voor school. Want je zit dan in 2 groepen. Dus dat weet ik ook nog niet. Het gaat echt toppie. Maar ik ga even mijn spullen pakken om te gaan. Yeah. Trouwens, volgende week mag mijn beugel eruit, denk ik. Denk ik. Want eigenlijk, ik had zeg maar eerst een set van 25 bitjes. En toen was dat klaar. En toen moest ik nog 7 bitjes. Dus nu heb ik weer 7 bitjes gehad. En ja, ik vind ze helemaal recht. Ik ben helemaal tevreden. Dus ik hoop echt dat ik nu klaar ben. Want dan kunnen zeg maar deze attachments. Ik weet niet of je het ziet. Dit. Heel fris dit. Wild trouwens, maar... die kunnen er dan af. En dan is het helemaal klaar. Dus ik ben... Hope and pray, guys. Ja, ik ga nu echt mijn spullen pakken. Hallo, chickies. Ik ben weer thuis van het inspreken. Ging super goed. Super leuk. Korte stemtest, gewoon van 10 minuten of zo. Ik heb net even foto's gemaakt met die stripeless trui, deze. Die komen nog niet deze zaterdag online, maar de zaterdag erop. Ik weet niet precies welke datum het is, maar dat zien jullie vanzelf. En volgens mij heb ik dan een kortingscode erbij. Mag ik trouwens eventjes aandacht geven voor het feit dat altijd de spanning tussen de mensen in de trein is altijd zo hoog. Dat heb ik ook altijd als ik in het vliegtuig zit of zo. Of als je op reis gaat naar mensen op Schiphol of in andere vliegvelden. Die spanning is er gewoon. Ik weet niet wat er is, maar ik weet niet wat het is. Maar ja, dat viel me opeens op en ik dacht, dat moet ik even met jullie delen. En wat ik ook zo naar. Ik bedoel, ja, ik zit dan niet in de stilte coupé, maar als van die mensen die dan echt de hele weg gewoon echt gekke telefoongesprekken houden. Maar gewoon, kijk, als je even je moeder wil bellen of zo, of als even een vriendin gewoon even bijpraten, prima. Maar soms echt diepe, diepe gesprekken dat ik echt denk, ik zou het niet fijn vinden hoor, als andere mensen dit zouden horen. Maar goed, ik irriteer me er helemaal niet aan, maar ik denk dan echt van, weet je het zeker dat je dit weer hier gaat doen? Maar prima. En ik heb ook zoiets... Ik zag dus, ik dacht dus dat ik iemand zag in de trein die ik ken, maar ik weet het dus niet zeker, omdat mondkapjes, je ziet het niet. Kom je even hallo zeggen? Kom hier. Kom even hallo. De ster van de vlog, jongens. De ster van de vlog. Nou. Nou. Dat was een hele gekke reactie, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Huh? You're such a cutie. Elsa is echt mijn baby. Oh, en trouwens ook nog, ik heb echt even een zeik fragmentje even nu. We hebben dus die jongerenkaart hè, van de NS. Nou, super chill, super leuk. Maar ik kan ze alleen de daluren reizen. Dus dat is van 9:00 tot 4:00 overdag. En in de nacht ook allemaal, maar dat boeit me niet zoveel. En dan vanaf 6:30 tot weet ik het hoe laat. Dus, zeg maar, dat zijn dan net... vervelende tijd, want ik heb altijd meestal aan het eind van de middag heb ik inspreken, dus tussen 4 en 6. Ik kan precies niet met de trein, want je mag dus pas weer om 6:30 en tot 4, dus ik had nu de heenweg wel een nieuwere kaart, maar de terugweg moest ik gewoon een normaal kaartje betalen. Dus in plaats van 7,50 voor een hele dag,
Dus voor allebei de ritjes moest ik nu 7,50 voorheen en 10,10 euro voor terugbetalen. Maar goed. Ik ga even... Ik weet niet of je dit volgt trouwens. Het is namelijk best lastig te volgen. Maar als je het wel hebt gevolgd, misschien herken je deze struggle. Misschien ook niet. Is niet erg. Ik doe even gewoon even mijn hart luchten. Moet ook gebeuren af en toe, weet je. Daar zijn jullie ook voor. Lul zoveel onzin. Het is echt niet normaal. Ik ga nu even een foto uitzoeken en bewerken. En helemaal leuk. En even naar het merk opsturen. En... Oeh. Nee, dat maakt niet uit. Oké. Nu gewoon 24/7. En ik heb besloten dat ik niet ga leren voor geschiedenis morgen. We hebben namelijk elke les van geschiedenis een soort overhoring aan het begin. Ik heb besloten dat ik het niet ga doen. Heel slecht voorbeeld, ik weet het, maar ik ben zo moe. Ik was wel graag kwijt zitten en ook niet kijken. Dus ik ga het gewoon niet doen. En ik moet ook nog leren voor mijn autotheorie. Dat vind ik dan helemaal geen probleem. Maar ook dat ben ik een beetje aan het uitstellen, want het is nu 3 maart en ik heb 19 maart. Ik ga sowieso zakken. Ik weet het gewoon zeker. Ik ga sowieso zakken. Maar goed. Ik heb ook heel veel honger, dus daarom ben ik zo hyper. Dan weet je waar het vandaan komt. Oké, doei. Hallo guys. Het is vandaag donderdag. Het is inmiddels al 2:55. Ik ben 5 minuten geleden was ik klaar met school. Dus 2:55. Het was een lange dag vandaag. De langste dag van de week. Ik zie er al tegenop. En ik heb honger. Dus ik ga even een smoothie maken. Ik heb allemaal random dingen gepakt. Ik weet helemaal niet of het lekker gaat zijn. Maar een beetje let's hope and pray. Trouwens, ik heb dus weer vandaag de stripless trui aan. Maar, boeien. Hij zit zo lekker. Normaal heb ik altijd een S en ze had nu een, ik denk dat het een zij is, een medium opgestuurd. Dat is eigenlijk veel te groot. En dat is hij ook. Alleen, hij zit zo lekker. Gewoon echt helemaal vlies aan de binnenkant. Nou, ik vind het echt helemaal geweldig. Maar goed, wat ga ik in de smoothie doen? Ik ga sowieso een banaan doen. Zo. Ik zag tijdens de les, eventjes op Insta te kijken. Toen zag ik allemaal van die smoothie bowls. Dus toen dacht ik, ik wil het ook doen. En verder doe ik er bevroren frambozen bij. Zoiets denk ik, weet niet. Dan doe ik wat spinazie erbij. Ik weet echt niet of dit lekker gaat zijn. Ik heb echt bijna dagelijks een spinazie smoothie, dus dat is wel lekker. Maar ik weet niet of deze combinatie ook lekker gaat zijn. Maar goed, we komen er vanzelf achter. Misschien proef ik het wel niet. En dan doe ik ook nog wat yoghurt erbij. Trouwens, don't mind het kapsel. Oh, ik heb echt heel veel yoghurt er nu bij gedaan. Nee, ik lijk echt op een 3-jarige kleuter. Maar goed, dat is niet erg. Ik verveelde me, dus ik ging mijn haar doen. Ik heb echt ziek veel yoghurt erbij gedaan. Oh nee, dit was helemaal niet de bedoeling. Nou ja. Oké, ik ga dit nu even mixen. En kijken wat hiervan komt. Ik ben zo bij jullie terug. Jongens! Kijk! Wacht. Je ziet het niet. Jawel, kijk. Oeh, je ziet helemaal die vorm. Het is me nog nooit gelukt zo bevroren. Ik ga even een bakje pakken. Het is normaal een soepbak, maar ik wil nu de smoothie erin. Lepel. Oké. Oh, het is helemaal ijs. Oh, wat goed. Ik hoop echt dat het lekker is. Want als je het ziet, dan ziet het er helemaal mooi uit. En dan is het niet lekker. Ik kan het zo helemaal met mijn... zo helemaal lekker met mijn lepel zo verdelen, weet je wel? Dit. Oh. Ik ga proeven. Ja, het is wel lekker. Het smaakt vooral naar frambozen. Wat fijn. Wat fijn. Ik weet trouwens ook in welke... Sorry, heel ander onderwerp dit, maar... In welke klas ik zit, zeg maar, in welke... Welke dag ik naar school moet. Ik moet volgende week maandag, woensdag en vrijdag naar school. En dan heb ik daarop dinsdag, donderdag. En dan. Dus yay! Ik heb er echt zoveel zin in. Holy shit. Oh mijn god. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik kan echt niet wachten tot die online lessen voorbij zijn. Ik verveel me echt dood. Heerlijke lunch dit, jongens. Oké, mensen. Het is inmiddels avond. Het is inmiddels... 7:58 om precies te zijn. Niet dat heel veel... Ik ben even aan het vloggen, man. Ik ben aan het vloggen. Ik heb het niet tegen jou. Ik dacht dat je dacht dat ik het tegen jou had. Nou, afijn. Het is 7:58. Niet dat het heel veel boeit.
ik ga mijn maandelijkse bezigheid doen. Dat is namelijk mijn wimpers krullen. Ik heb namelijk dit. Ik heb vast wel eens een keer gezien op TikTok. Lash lift. Fantastisch. Van fucking tastisch. Echt. Mijn wimpers staan van zichzelf echt gewoon skipisten. Gewoon hup, snel naar beneden. Het is echt verschrikkelijk. Dus dit. Lifesaver, jongens. Echt lifesaver. Het is dus zeg maar dit. Het is geen sponsor trouwens. Oh, was maar zo'n feest. maar ik zal even uitleggen. Je hebt dus die eyepatches. Die doe je gewoon zo eronder. Logisch. Je hebt vier... Volgens mij vier stappen. Denk ik. Ja. Met lijm. Daarmee plak je zeg maar die wimpers op die pads. Die doorzichtige dingen die je hier altijd doet. Nou, en dan heb je stap 1 perm. Stap 2 fixation. Stap 3 nutrition. En je krijgt van deze borsteltjes en van die applicator dingen. Ja, geen idee. Nou ja, dan ga je dat gewoon een beetje doen. Ik ga niet stap voor stap uitleggen hoe dit moet. Want het staat ook allemaal op de achterkant. Het is geen tutorial. Maar ik wilde gewoon even zeggen dat ik dit ga doen. En naarmate het proces zie je vast wel wat beelden. Het duurt best wel lang, want ik doe zeg maar niet allebei de ogen tegelijkertijd. Dat vind ik eng. Dus in totaal iets van 40 minuten of zo. So yeah, let's motherfucking go, guys. Oké. Okay. Energie, Anne. Even naar beneden. Oké, okay, stap 1 van oog 1 is klaar. Nu zit de perm erop. Dan moet 10 minuten intrekken. En ik ben trouwens ondertussen bankzitters aan het kijken, ik weet het. Het is echt niet echt precies een kanaal waar jullie misschien denken aan te kijken. Ik kan trouwens niet heel goed lachen nu. Maar echt ziek leuk. Ik vind hun zo grappig. Oké, okay, jongens. Ik ben nu klaar. Hartstikke op mijn oog. Zet er even al van. En dan kunnen jullie even zien hoe het er ongeveer een beetje uitziet. Oh, het zit nu nog helemaal onder wit spul en zo. Ik ga het even schoonmaken en alles. En dan... laat ik straks wat hele uitdruk staat aan jullie zien. Ook de andere oog. Kijk, het is een heel charmant beeld dit. Maar kijk hoe gekruld. Er zit nog wel een beetje lijm tussen. Maar helemaal blij. Ik heb echt rode wangen nu. Ik ga douchen, mijn pyjama aan doen en ik ga lekker naar bed. En dan is het morgen weer vrijdag. Altijd fijn als het vrijdag is. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag, laatste dag van de weekvlog. Ik heb mijn nieuwe Black Banana pak aan. De roze. Ik vind hem echt best... Ja, ik koop normaal echt absoluut geen kleding zoals Black Banana en zo. En van die sportpakken. Maar ik begin hem steeds leuker te vinden. Ik vind de kleur gewoon geweldig. En het zit ook gewoon lekker. En ja, weet je, ik doe het gewoon lekker aan als ik thuis ben. Maar daar moet ik zo meteen even foto's van mee maken. Dus ik ga straks eventjes naar het park met Babette. Weer. Who else? Nee. Kunnen we samen dit kanaal overnemen gewoon. Maar goed. Ik ga weer even wandelen met Babs. En dan gaan we foto's maken. Voor het pak. Want die moet... Ik heb zeg maar tot en met morgen de tijd om dit te posten. Dus dat gaan we even doen. Ja, verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel op de planning staan. Ik ga lekker leren voor mijn theorie-examen. Want die heb ik 19 maart. Dat is over 2 weken. En ik ben echt heel bang. En ik heb zoveel zin in volgende week. Want dan ga ik eindelijk weer naar school. En ik kan echt niet wachten. Ik had echt niet gedacht dat ik dat ooit zou zeggen in mijn leven. Maar... Ja, weet je, so be it. En we accepteren het. Ik ga over, even denken, 10 minuten ga ik fietsen. Ik neem mijn camera mee. Ik weet niet of ik die ga vloggen, maar dat zien jullie vanzelf. Ja, ik heb echt zin in deze dag. Ik heb echt zin in deze dag, jongens. Creating shadow. Oh, ik zag mensen lopen. Oh nee, oh, zo opvallend. We gaan wel even zo staan. We zijn nu in Leiden. We dachten, we gaan eerst even gewoon rustig wandelen, maar nu zijn we naar Leiden gefietst. En nu zijn we hier aan het wandelen en we hebben foto's gemaakt. Zij heeft foto's gemaakt van mij in mijn Black Banana pak. Ja. En ik heb foto's gemaakt van haar. Bij dit schattige... Dat er hier iemand binnen zit werken. Ja, ik stond net hier zo. Er zat gewoon iemand achter het raam, maar goed. Kunnen we aankloppen en zeggen... Oh ja. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. We doen gewoon alsof we gaan hem toch nooit meer zien. Ja, waar gaan we heen? Zullen we in de prijsstraat gaan? Weet ik niet. Wij gaan nu weer verder lopen. Foto's maken is geslaagd. En we zijn lekker aan het wandelen. Het is lekker weer. Het is wel koud, maar het is wel lekker. Zo, hallo. Ik heb... Het is inmiddels voor laatste, 5:30. Ik heb zoveel gedaan voor school. Dat is echt niet oké. Okay. Al mijn huis er wel af. Waarom ik dit heb gedaan? Niemand begrijpt het. Ik heb net een foto van Black Bananas geplaatst.
Echt superleuk. Echt heel veel mensen hebben er ook gewoon op gereageerd. Dat vind ik altijd echt superleuk. Ik heb nu zo erg de neiging om lekker naast dit kleine meisje te gaan liggen. En lekker zo de hele avond Grey's Anatomy te kijken. Hè? Elsa, je hebt zo'n chill leven. Hè? Je hebt geen school. Je hebt gewoon niks. Je kan gewoon lekker de hele dag slapen als je dat wil. En je krijgt de hele dag aandacht. Die blik, die blik. Kan je even wat leuker kijken alsjeblieft? Dankjewel. Oh, ik wil echt heel graag Elsa zien. Maar hè, helaas, dat gaat niet. Ik moet namelijk nog de hele avond aan mijn autotheorie. En ik moet ook nog deze video editen. Maar goed, verder heb ik echt een heel leuk leven hoor. Dus ik mag echt niet klagen, maar... Soms wordt het wel een beetje... Ik weet ook niet wat we vanavond gaan eten. Beter gaan we echt iets... Dit is lampelijk ook weer super fel. Hier, dat is beter. Beter gaan we echt iets lekkers eten, want... Ik heb vandaag alleen een appel op en 2 rijstwafels. Dus dat is echt niet veel. Maar ja, ik heb wel veel gedaan. Ik vermoed ook helemaal niet vanuit deze angle filmen. Maar weet je, ik doe het gewoon. Want schijt. Ik heb deze week echt te weinig gedaan, trouwens. Echt een saaie vlog. Waarschijnlijk is hij ook echt ziek kort vergeleken met vorige week. Vorige week was hij ook echt heel lang hoor. Dus ik heb daar wel rekening mee gehouden. Maar ja, was ook niet heel veel te doen dus. Er zit trouwens ook nog heel veel lijm tussen mijn wimpers. Kijk maar, het zit nu helemaal een beetje aan elkaar geplakt. Maar goed, ja, dat boeit ook niet. Waarom zeg ik dit? Oké, jongens, we gaan nu proberen een varsity jacket te bestellen voor Shay. Vorige keer wilde ik eigenlijk ook al eentje halen, maar toen lukte het niet, want toen was ik te langzaam. Oh, we zijn trouwens vandaag allebei Black Bananas. Yay. Oh, het is 59. Oké, het is 59. Om 6 uur komt het online. Het is 1 voor 6. Oké, je moet wel echt snel, hè? Ja, kijk even bij de klok. Kijk bij de klok. We gaan een hele leuke met blauw en met witte mouwen en gele dingen. Ja, niet praten. Ja, maar ik moet graag uit. Ja, maar het is al bijna. Het is bijna. Go, go, go. Yes. Go, voordat hij al eerder open gaat. Hij gaat niet eerder open. 25 seconden. Oké, ik blijf gewoon nu. Ja, 20. Jezus, ik doe het om de 5 seconden. Kwartier. Hoe heet dat? 15. 10. 9. 8. 7. 5. Nee, nog niet. Oké, ja, 5. Vorige keer was het ook echt 20 seconden na hoor. 2. 1. Oké. Ja, het is niet 6 uur. Het is niet 6 uur. Ik kan zo stuk. Ik ben zoveel nu op refresh aan het drukken. Hier, ga jij dit eens filmen vanaf die kant? Ja, go, go! Dat doet het niet hoor. Ik ga het opnieuw doen. Oh, doe dit dan niet. Kijk maar, het is oké. Ja, oké. Nou. Oké, waar is die? Hè? Hij is al zo dat. Nee. Oké. Go! S, add to cart. Go! Add to cart. Check out. Let's go. Oké, ja. Deze. Go. Nee, IMO. Ja. Oké, let's go. Yeah! Ja! Ja! Echt? Ja! Echt? Ja. Nee. Ja, helemaal niet. Jawel. Ja! Gelukt, jongens. Het is gelukt. Oh my god! Het is gelukt. Ik ga stuk. Het is deze, jongens. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, zo zie je het. Hij heeft witte mouwen met gele ding. En dit is de achterkant. Hallo mensen. Het is nu 9:15 in de avond. Ik heb kriebel aan mijn hoofd. Ik heb geen luizen, rustig maar. Ik ben kapot. Ja, ik ben echt kapot. Ik heb toch best wel veel gedaan vandaag. Lekker gewandeld met babs en zo. Ik ben gewoon moe. Het kan ook zijn dat ik gewoon even een inkakker heb. Ik zet hier even neer ondertussen. Ik heb lekker mijn badjas nu aan over mijn pak. Want ik had het koud. Ik ga zo meteen lekker in mijn bedje liggen, deze video editen. En dan lekker slapen, want daar ben ik maar aan toe. Het trouwens echt super veel leuke reacties op die giveaway. Echt bizar veel, dus dat is echt leuk. En dan zijn we nu alweer aan het einde van deze video. Ja, vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je volgende week weer bij weer een nieuwe weekvlog. Doei! Ik zeg trouwens wel weekvlog, maar ik moet nu gewoon echt Dear Diary gaan noemen. Want anders heeft die hele naam geen zin. Maar goed, tot volgende week. Ja, tot volgende Dear Diary.
Gaat lekker, ik moet slapen.